Om jullie een beetje op weg te helpen tijdens het snoeken, ga ik jullie vandaag 5 tips geven over het snoekvissen in de winter. Oh, een baars. Hele dikke. Als het echt een bijtperiode is, dan gaan we die nog even kunnen harken. We zien snoeken ja, zo goed als paaien eigenlijk. Tijd voor tip nummer 5. Doei. Zo, hallo allemaal. Welkom terug op kandagraten.nl. Mijn naam is Lau en ik ben hier vandaag samen met mijn vader Erik. Hoi. Vandaag gaan we weer lekker snoeken. Het is goed koud. En om jullie een beetje op weg te helpen tijdens het snoeken, ga ik jullie vandaag 5 tips geven over het snoekvissen in de winter. 5 tips die ik toepas op mijn eigen visserij en waar ik van hoop dat jullie er ook wat van kunnen leren. Het is nog vroeg. We gaan zo meteen lekker beginnen met vissen. En dan gedurende de video gaan de tips door de video komen. En hopelijk gaan we vandaag een paar mooie snoeken vangen. Dat dacht ik wel. We gaan ervoor. Let's go. Yes. Zo, voordat we beginnen met vissen. Tip 1. Kunsthaas. Ja, wat gebruik je nou eigenlijk? Wat zou je mee moeten nemen? De mensen die ons kennen, wij nemen eigenlijk altijd te veel kunsthaas mee. Grote doos vol met kunsthaas. Maar je kan het eigenlijk reduceren tot maar een paar aasjes die goed zijn. Daarin maak ik eigenlijk onderscheid in 3 types. Dat zijn jerkbaits, softbaits en een joker, een hybride aasje, in dit geval Mewers Mouse. Nou ja, een jerkbaitje. Mensen denken vaak dat het zomer voorjaar aasjes zijn. Maar soms kan zeker in de winter kan het juist wat snellere vissen, kan beter werken. Maar vergeet ook niet dat je zeker een jerkbait die heel langzaam zinkt, zoals deze guppy, ook heel goed traag kan vissen. Soms werkt die links-rechts actie van een jerkbait op bepaalde dagen gewoon vele malen beter dan de actie van een shad. Ja, daarnaast shads. Dat is iets, denk wel het meest gebruikte kunsthaas in de winter. Daarin kan je variëren van een flat nose in dit geval. Tot een hooligan roach of nog een flat nose. Het voordeel van de shad is dat je hem heel algemeen in kan zetten. Wil je hem bijvoorbeeld langzaam vissen, vis je met een shallow screw. Wil je hem wat dieper vissen, gebruik je een loodje ervoor of een fast-edge loodje. Je hebt natuurlijk 100.000 formaten, 100.000 kleuren van shads waar je in kan kiezen. Dus met shad zit je ook eigenlijk altijd wel goed. En als laatste hebben we dan de joker of een iets ander aasje dan normaal. Dus ik noem het eigenlijk altijd een hybride aasje. Met een koppie, plat koppie. Duwt heel veel water weg. Dus creëert heel veel herrie onder water. En daarachteraan een dubbele twisterstaart eigenlijk. Zeker wanneer het vissen echt traag is, kunnen dit soort aasjes soms verrassend goed werken. Omdat je deze ook heel erg langzaam kan vissen en ze duwen heel veel water weg. Dus vaak roept dat ook wel de aandacht van een vis op. Zeker wanneer het absoluut niet makkelijk is, grijp ik vaak naar zo'n aasje. Ik ga in ieder geval beginnen met de guppy. Ik begin met een jerkbaitje. En ik begin met de flatnose en in de nieuwe kleur Blood Moon. Kijk aan, we hebben allebei een verschillende actie. Zo is jij het. Jij een straight retrieve en ik een links-rechts actie. Gaan we kijken of we vandaag een paar mooie vis kunnen vangen. Tijd voor de eerste worp van de dag. Hier. Ja! Mooi hoekie. Oh joh, wat is het helemaal lijp, jongen. Oh. Yes! Kijk eens aan, jongens. Dat heeft niet lang geduurd. De eerste vis is al binnen. Op de guppy. We komen net weer aan op een weer een of ander dwarsslootje. Dus al die sloten hier zitten met elkaar in verbinding met duikertjes en alles. En we komen nu weer aan op een nieuw hoekje. Ik sta daar en ik maak een worp die kant op. En ik geef 2 tikken en het is hangen op de guppy weer. Guppy shallow. Zo. Hij is absoluut niet groot. Maar het is wel de eerste van de dag. Een mooi visje. Centimetertje of 55, 60 denk ik. En super blij mee. Mag je weer lekker zwemmen. Oké. Doei. Yes, super. Goed begin. Zo, tijd voor de tweede tip van vandaag. En dat is de zonnebril.
Zoals je ziet, de zon schijnt. Ik sta met mijn oogjes te knijpen. En wat ik vaak mensen in de zomer wel zie doen, maar in de winter niet, is de Polaroid zonnebril gebruiken. Waarom zou je hem in de winter niet gebruiken? Je vist vaak helderder water in de winter. Dus dat heeft alleen maar meer voordelen. Je kan vaak je aas beter volgen, je kan beter de vis zien. Je kan beter zien waar de aasvis zit, et cetera, et cetera. Dus je hebt eigenlijk, vooral in het zicht heb je veel voordelen. En daarnaast worden je ogen continu beschermd tegen het UV-licht, wat ontzettend slecht is voor je ogen. Dus ook daarom is het een voordeel om je zonnebril te dragen. Dus vergeet ook zeker in de winter niet, vooral tijdens snoeken, want dat doe je toch op zicht, je Polaroid zonnebril mee te nemen. En ben je nou kwel? Ja, dat zou ik ook. Denk ik. Nee, dat loopt wel een sloot aan de kant. Oh! Dat is een mooie vis. Ja! Oh, je hebt hij is helemaal weg. Kwam hij daar onder vandaan? Hij kwam hier uit het hoekje waar hij nu ongeveer met zijn kop heen toe ligt. Zo, die shit die zit erin, jongen. Hij gaat nog een keer springen, hoor. Hey. Die heeft hem het first gepakt, jongen. Ongekend. Even kijken waar hij erin zit, hoor. Ik heb hem wel. Zo, de knetters, hé. Cola. Nou jongens, ik heb net even de vis van mijn vader geland. Hij is niet heel lang, maar hij is een partijtje dik. Niet normaal. Hij is denk ik een centimeter of 70, 75. Best wel een mooie vis voor zo'n kleine sloot. Onder in de 70 denk ik. Maar kijk eens hoe hij die flat no shed New Moon te pakken heeft gehad. Wat voor kleurtje was het, zei je? Oh, het is de Blood Moon, niet de New Juist, Moon. Juist, maar dat maakt niet uit. In ieder geval de nieuwe kleur. Ongelooflijk, die wou hem echt wel hebben. Volgens mij heeft hij een super zieke aanwezig. Ja, dat was echt een klap. Ik was er ook eigenlijk nauwelijks meer op voorbereid. Ik zag een klein stroomwindje, een kwellachtig dacht ik, in het water. Dus daar zat ik eigenlijk meer op gefocust. Dus ik liet heel even mijn aas hangen. En toen was het klapbaarmes. Moet je kijken wat een pens die vis heeft, joh. Echt een heerlijke wintervis. Super dik. Ja, mooi man. Gaan we deze vis eventjes netjes onthaken. Want daar hebben we zeg maar wel een... wel even een tangetje voor nodig. Ja. Zo, dat is één. Het valt gelukkig mee hè, hoe vervelend die gehaakt zit. Want hij is ook al los. Kijk eens wat een... Oh, hij is mooi gekleurd, ja, hoor. Hij is heel mooi. Super, man. Eén grote stip. Met je tijgervelletje. Echt een super mooi visje met een stevige pens. Hij is niet super lang. Ik denk ergens begin 70, Sorry. Maar hij was wel echt super. Prachtig, dus, man. Vis 2 van vandaag, allebei al vis. Dus, ja, gaat goed. Dat gaat wat worden zo. Lekker zonnetje erbij. En hij mag gauw weer het water in. Yes jongens, het is nu al de tweede vis. Lekker jongens, man. Jongens, dit is zo super gegaan. We zijn echt pas net begonnen. Ja joh, staan we hier in een mooi hoekje en ik zie een beetje kwel. Dus ik, ik haal hem er overheen en ik zeg tegen hem, zie ik nou kwel? En op dat moment laat ik hem eigenlijk even stil hangen en dat is het moment. En het is in één keer klabammes, vol erop, bizar. Hele shit. Flatnose, Blood Moon, dus een nieuwe kleur, helemaal weg. Ja, bizar. Dus hij was een mooie visie, begin 70 denk ik, met een hele vette pens. Ja, prachtige aanbeet, dus allebei mooi vis. Mooi gaat het worden vandaag. Ja, dat wordt een leuke dag. We zijn echt nog net, wat zijn we bezig? Een kwartier, 20 minuten? Ja, zoiets. Super. Even dat rietkraagje proberen, zegt hij. Oei, oei, oei. We lopen eigenlijk net het stukje water af, een stukje, en we zeiden net nog tegen elkaar, ja, ik vertrouw het niet echt, ik heb er niet echt vertrouwen in, dus we gaan nog eventjes tot het rietkraagje hier en dan gaan we er weer vandoor. Dus ik loop nog even naar het rietkraagje, ik maak één worpje en boem, ik had helaas mijn GoPro niet aanstaan, maar het is gelukkig ook geen monster. Op de guppie weer. En een kalm. Een guppie op de guppie. Maar in ieder geval een derde visje voor vandaag. Hij denkt nog dat hij aan het zwemmen is. Dus we gaan hem ook maar weer gauw lekker laten zwemmen. Hé, hey, kalm jongen. Ja jongen. Die gaat er in één keer vandoor. Oh, dat valt mee.
Oké, later jongen. Yes. Super jongens. Boom. Boom. Nou, de derde vis is ook binnen. Geen grote, maar wel de derde van de dag. Ik zat een beetje te klooien met mijn GoPro, dus ik heb de aanbeter niet op staan. Helaas. Maar gelukkig was het geen monstervis die ik ving. Dus het valt mee, maar het is wel altijd zonde. In ieder geval de derde vis voor vandaag. En, ja, gaan we kijken of we toch nog wat meer vis kunnen vangen. Want het loopt wel lekker nu ondertussen. Drie vissen is helemaal niet slecht zo in het eerste uurtje. Oh, hier ligt er een, hier ligt er een, hier ligt er een, hier ligt er een. Huh? Hier ligt er een. Hij zwemt hier nu de hoek in. Met nu onder de bomen. Zie je hem? Kijk, oh, het zijn er twee, het zijn er twee. Ah, nog meer, het zijn er heel veel. Een paar haaien. Ja, maar echt, dat denk ik echt. Kijk, hier ligt er nog een. Hier ligt er, oh, daar, hier ligt er nog eentje, een heel kleintje. Zie je hem? Daar ligt hij. Kijk, hier ligt die andere. Zie je hem? Ja, die zijn, oh kijk, er komt een andere kijk. Oh, die schrikt ook nu. Wat de hel, die hele sloot zit vol met snoek. Nou, hier zijn, kijk, hier zijn er ook weer een. Zie je hem? Maar er zit er, er zit er ook een onder. Zo jongens, we schrijven, ja, nog niet eens februari. We schrijven 27 januari. 28 januari, een van de twee. En we lopen hier net op een ondiepe sloot af. En we zien snoeken, ja, zo goed als paaien eigenlijk. Het verbaast me eigenlijk helemaal niks. Alleen ik had, ik had er niet op gerekend dat het nu al zou zijn. Zo jongens, het is tijd voor tip 3. Zoals jullie kunnen zien, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Het is ondertussen best wel warm geworden. Ik denk dat het op zich niet eens heel warm is. Ik denk dat het gaat of 8-9 aan het worden is nu. Maar het is in ieder geval warm genoeg om wat kleding uit te trekken. En over kleding gaat tip 3. Wat vind ik belangrijk? Ik vind het belangrijk dat ik een beetje flexibel ben. Je kan bijvoorbeeld een hele dikke jas aandoen. Die zal misschien aan het einde van de dag warmer zijn. Maar ik kies er liever voor om een aantal verschillende laagjes, dunne laagjes aan te trekken. Op die manier kun je makkelijk variëren met laagjes. Stel het wordt kouder, doe je een extra laagje aan. Stel het wordt warmer, doe je een extra laagje uit. In dit geval is het best wel warm, dus ik doe sowieso mijn buitenste jas uit. Nou, dat is laagje 1. Dan heb ik hier nog een kleine een puffer jacket, zeg maar, heb ik hier aan. Dat is laagje 2. Dan heb ik hieronder nog een vest. Daaronder een trui. En daaronder een thermoshirt. Op die manier heb je een goede opbouw qua laagjes. Zorg ervoor dat je thermoshirt strak op je huid zit. Op die manier kan die het meeste warmte bewaren. Maar zorg er daarnaast voor dat de rest van de laagjes niet te strak zitten. Op het moment dat die te strak zitten, ga je en zweten. En daardoor wordt er minder warme lucht vastgehouden tussen de laagjes. Wat is daarnaast nog meer belangrijk qua kleding? Er zijn drie dingen die je eigenlijk wil zorgen dat die warm blijven. Dat zijn, is je hoofd. Daarom draag je ook een pet. Dus niet alleen voor de zon, maar dat is ook om de warmte van je hoofd te bewaren. Dat zijn je voeten. Daarvoor draag ik het liefst goede schoenen. Waterdichte schoenen het liefst, want je loopt toch vaak langs de waterkant en zo. Dus als je dan natte voeten hebt, dan ben je er ook heel gauw klaar mee. En tot slot zijn dat je handen. Daarom draag ik ook graag handschoenen. Nu niet, maar als het kouder is wel. Deze van Fishmonkey vind ik ideaal. Die hebben en aan de binnenkant een mooie leerstukje voor het grip. En daarnaast zijn ze van wol. En een goede eigenschap van wol is dat ze, ondanks dat ze nat kunnen zijn, toch nog best wel warm blijven. Dus ze kunnen best wel nat worden, zonder dat je al heel snel koude handen krijgt. Daarnaast heb je ook nog je nek. Je nek valt een beetje onder je hoofd, maar die wil je graag ook warm houden. Zeker bij dit soort jassen. Je hebt geen capuchon. Ik in dit geval wel, omdat ik een trui aan heb, maar een andere jas heb bijvoorbeeld geen capuchon. Daarbij gebruik ik graag een buff. Dat is en, zit en lekker om je nek, om die nek warm te houden. En daarnaast, stel het waait hard en de wind is vaak koud in de winter, kun je de buff zo over je oren en over je neus doen. En je wangen worden daardoor ook beschermd tegen de koude wind, tegen regen, tegen ja, eigenlijk alles. En dat bewaart ook weer extra warmte in je gezicht, waardoor je gezicht dus minder snel afkoelt. Zo, we zijn net aangekomen op een nieuwe stek. We gaan even wat nieuwe watertje proberen. En daarmee is het ook tijd voor tip 4. En tip 4 is in de winter, geef het niet te snel op. We hebben nu een uurtje of wat zonder enige actie gevist. Een paar snoeken gezien die aan het paaien waren en zomaar geen volgers, geen actie, geen aanbeten. Dus en in de winter is het heel erg kenmerkend voor snoek dat ze maar op een dag een bepaalde aasperiode hebben. Dat kan bijvoorbeeld 4 keer op een dag een kwartier zijn, dat kan 1 keer op een dag een half uurtje zijn. Die periodes kunnen heel erg verschillen per dag. Dat hebben wij ook heel erg gemerkt, het verschilt echt per dag. Het zou zonde zijn als jij net hebt opgegeven en dan het kwartiertje nadat je hebt opgegeven dat je er 3 of 4 zou kunnen vangen. Zo hebben wij dat regelmatig in ieder geval gemerkt, dat het gewoon een hele dag lang niks is en dat je binnen een half uur of binnen een uur in 1 keer meerdere snoeken kan vangen en de rest van de dag dan ook weer stil is. Dus ja, geef niet te snel op en keep on hammering, zoals een bekende Nederlander zegt. Zo, ik ben even gewisseld van aasje. Ik ga even naar een rode Buster Swim, sowieso qua kleur wat schreeuweriger en er zit ook een beste
ratel in. Dus hopelijk trekt dat een beetje de agressie. Ik ben benieuwd. Het is in ieder geval heel taai. De vis rijdt echt op zijn gat. Dus ja, we gaan even kijken of een aaswissel misschien het verschil kan maken. Oh, oh, een baars. Een baars. Hele dikke, hele dikke. Kijk, kijk. What the fuck, ouwe. Dikke 40 ree. Oh. Oh. Ja, oh nee, mis. Zag je het? Ah. Wat de heck. Oh, hij zwemt, ja, zo, hij zwemt hier weer, hij zwemt hier weer. Ja, 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 echt fucking dikke baars, hé. Die is echt fucking groot. Jong, mijn hart gaat helemaal tekeer, man. Oh, yo. Ja, jongens, ik weet niet of jullie het konden zien, maar er komt net echt een bak van een baars achter mijn bus te zwemmen. Eén keer kwam hij er achteraan en één keer beet hij echt. Maar ja, ik miste hem. Maar echt een dikke, dikke veertiger. Echt een grote baars. Yo, hangen. Hele dikke, maar niet uit. Het is vis. Oh, hij is groter dan ik dacht. Nee. Dat is een leuk drillen hier. Nou, kijk eens jongens, we hadden de moed bijna opgegeven. Maar goed, wat we in een van de tips natuurlijk al zeiden. Never give up, give up. In één keer begint het gewoon weer. Of dit het begin is, gaan we zien. Maar in ieder geval in één keer weer een stevige tik op de top. Je ziet dat ik had gewisseld naar een Bulties. 18 centimeter. En ja, hij heeft hem gewoon prachtig gepakt. Hij zit heel mooi in het hoekje gehaakt. Dus wat wil je nog meer? Ik ben super blij. Dit is vis nummer 4 voor vandaag. Dus nou ja. Bekende verhaaltje, rondhaken en weer lekker zwemmen. Yes, yes, yes jongens. Ja, heerlijk jongens, eindelijk weer. De aanhouwer wint, hè. We zeiden het zoals al. Zoals we zeiden, ja. Never give up. Keep on hammering. Ja, en het is weer gebeurd. Lekkere tik op de top. En een visje van, wat zal het geweest zijn, 65? Ja, tegen de 70 denk ik. 70, ergens in die buurt. Mooi, even lekkere drill. Gewoon in ieder geval weer lekker vissen op de kant. Vis nummer 4 voor vandaag. Yes. Dus, we hebben helemaal niks te klagen eigenlijk. Ja? Zeker niet. Dus, nou ja, we hebben nog een redelijk stukje water te gaan. En hopelijk dat ik inderdaad, zoals ik in tip 4 uitlegde, dat ze ja, een bijtperiode hebben nu. Dus we gaan in ieder geval even gauw doorvissen. Dan gaan we het weer aanzien in het water liggen. Leggen. Oh, je zat er. Kijk dan, hier. Hier zat er een. Zie je de kolk? Oeh. Ja, hangen. Hangen. Oh fuck, nou zit hij vast. Nou zit hij vast. Hij zit letterlijk vast. Oké, nou is hij weer los. Wow! Op de Buster Swim! Yes, hebben die kip. Kijk eens aan, zo. Nou jongens, op de rode Buster Swim. Ik had even gewisseld om wat meer lawaai te maken. Dus ja, en nou, het is wel typisch, we hadden het net gezegd, bijtperiodes. Het is nu nog geen 10 minuten nadat jij net een vis had gevangen. Klopt. En ik vang nu ook weer een mooie snoek. Nou ja, mooi. Prima snoekje, centimetertje of 50, 55 denk ik. Op de rode Buster Swim. Dus als het echt een bijtperiode is, dan gaan we nu nog even kunnen harken. Gaan we gauw doen. Ik hoop het, dus we gaan hem weer lekker terugzetten. Yes. Ik moet even een klein stukje het water doen hier. Dat is ook het voordeel jongens van waterdichte schoenen. Je kan gewoon een stukje met die vis mee het water om hem netjes te releasen. Daar gaat hij. Doei! Yes! Super! Zo, na het vangen van deze snoek is het tijd voor tip nummer 5. Tip nummer 5 is, luister naar de 4 eerdere tips. Nee, tip nummer 5, dat heeft te maken met stekken. Want, welke stekken zoek je nou op in de winter als je gaat snoeken?
Ja, dat is een hele goede vraag. Belangrijk is dat je gewoon goed het water leest. Hè? We denken altijd stoeken die zoeken in de winter, in de koude, onderste waterlagen op, liggen diep op de bodem enzovoort. En dat kan, maar dat is vaak alleen op het moment dat het heel erg koud is. Zoals nu, je ziet het is al een aantal dagen, graad of 5, 6, 7, 8. Water warmt ook op, ik denk ook een graad of 6. Dan merk je toch dat een aantal van de snoeken echt al wel, weliswaar korte tijd bestekken, maar dat ze toch al actief op jacht gaan. En dan kan je ze ook gewoon weer op de ondieptes kan je ze vinden. Ja. Dus ook dan, net als in het voorjaar eigenlijk, let op afwisseling in oevers, taluutjes, kruisingen van waterwegen, duikertjes, onregelmatigheden in of de waterbodem of de oever. Zijn gewoon super belangrijke dingen om op te letten. Deze snoek van net, die laatste, die kwam ook weer hier op een kruising van een aantal waterwegen. Je ziet het. Plekken waar het water ietsje warmer is, bijvoorbeeld hier tussen de huizen, soms echt dicht bij een stenen muurtje of, nou ja, verzin het maar. Alles wat niet standaard is, kan een potentiële plek zijn waar gewoon op dat moment snoek ligt. Ja. Zelfs al is die niet aan het azen. Ja jongens, vis ervoor langs, je weet het tenslotte nooit. Ja, nee, daarom hebben we er inderdaad vandaag ook voor gekozen om in de woonwijken te gaan vissen, want het water is vaak, nou ja, door die huizen. De huizen hebben natuurlijk een verwarming aan, et cetera, dus het zou zomaar kunnen dat zal wel een graad of misschien een halve graad maar warmer zijn. En nou ja, die aasvis die trekt daar gewoon heen. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, hè? Waar de aasvis zit, zit ook de snoek. Zo jongens, dat was me voor vandaag. Tijd voor de laatste worp. We gaan voor de laatste worp, dus daar komt ie. Zo jongens, dat was hem voor vandaag. Eind van de visdag. Zo, dat was hem dan weer voor vandaag. Al met al best een prima dag vandaag. Ik vind dat we niet mogen klagen. Nee, helemaal niet. 5 vissen op de kant, dus dat is helemaal niet verkeerd hoor. Het leek er even op dat het een stuk minder zou worden. Het was een tijd lang dat het echt helemaal stil lag. Dus, ja. Nou ja, jullie zagen het zoals we zeiden in tip 4. Tip 4 als ik me niet vergis. Tip 4 volgens mij, dat we de bijtperiodes, nou dat was vandaag echt duidelijk. Vanochtend was het in drie kwartier drie vissen. En toen straks in een kwartier ook 2 vissen. Dus ja, typisch. En voor de rest van de dag niks. Helemaal niks. Behalve dan een grote baars. Ja. Behalve dan de baars. Ja, dat is wel jammer hoor, dat je die miste. Dat was een mooie. Die had ik graag willen vangen. Dat was een leuke vangst geweest. Maar ja, kan niet altijd 6 gooien. Nee, zo is het. En voor de rest niks te klagen toch vandaag, nee, dacht zeker. Ik. Nee, zo is het. Top. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan de tips die we jullie vandaag hebben gegeven. Mocht je nog meer vragen hebben, stel ze even in de comments. Ik beantwoord eigenlijk alles. En verder wil ik jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en te abonneren hier beneden. Vergeet zeker niet alle andere kanalen gratis kanalen uit te checken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later mensen. Doeg.